Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Je zou wel denken, het is dinsdag, er hoort vandaag een weekvlog online te komen. Normaal op dinsdag plaats ik natuurlijk altijd een weekvlog. Alleen ik had afgelopen week gewoon niet echt de behoefte om te filmen. Niet dat er wat aan de hand was, maar ik weet niet, ik voelde gewoon niet echt de behoefte om mijn leven deze week te filmen. Maar er is ook niet echt iets heel erg boeiends gebeurd of zo. Maar ik wilde toch heel erg graag voor jullie een video online hebben. En ik heb heel veel leuke items weer van Naked en Chanel mogen ontvangen. Met leuke kortingscodes. Dus ik dacht, weet je, ik plaats gewoon een shoplog vandaag online. Dat er toch nog een video voor jullie online is. Want ik vind het wel heel erg leuk om dit soort video's op te nemen. Alleen aan een weekvlog had ik deze week gewoon eventjes geen behoefte. Vanaf volgende week komt er wel weer gewoon een weekvlog online. Waarvan ik vanaf maandag tot zondag weer lekker aan het filmen ben. Maar ik denk dat ik deze week, deze break, gewoon eventjes nodig had. Dus vandaar. Maar zoals ik zei, heb ik dus vandaag wel een hele leuke shoplog voor jullie. Ik heb echt weer bizar leuke items mogen ontvangen. Dus ik ga vandaag aan jullie laten zien. Ik ga ze aantrekken. Ik heb kortingscodes. Dus geen lange intro. We gaan maar gewoon lekker gelijk beginnen met Naked. Ik heb nu ongeveer al 2 jaar best regelmatig, eigenlijk iedere maand, samenwerken met Naked. En ik vind hun echt steeds leuker worden. Ik vind vooral de influencer collecties echt heel erg leuk. En daar heb ik ook weer wat dingetjes van uitgezocht. Ik ga beginnen met de collectie van Klaartje Rose. Claire Rose. En dat is allereerst deze blazer. Deze collectie is echt al best wel lange tijd geleden uitgekomen. Ondertussen alweer 1,5 maand, denk ik. 2 maanden, zoiets. Maar soms komen items weer terug op voorraad. En dat geluk had ik met deze blazer. Rose heeft deze blazer ook. En ik vond hem zo leuk bij haar. Ik heb hem in een maatje 34. Ik zal alle linkjes van alle items uiteraard in de beschrijving zetten. Maar het is dus een beetje een beige kleurtje. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ze hebben hem ook nog in het groenig. Maar ik vind beige heel erg leuk. Dat is deze. De blazer heeft schoudervullingen. Normaal hou ik er niet zo heel erg van. Maar bij deze blazer vind ik dat het niet heel erg opvalt. Aan het uiteinde van de mouw heeft hij knoopjes zitten. En hij heeft dus ook nog zo'n leuk borstzakje. Met ook nog een knoopje. Ik heb een spiegel heel eventjes voor de aanbeelden op de gang gezet. Dan heb je een beetje een clean achtergrond. Ik dacht, dat is misschien wel beter. Pianoman is nog steeds piano aan het spelen. En je hoort in de gang alleen maar beter. Dus sorry daarvoor. Maar dit is in ieder geval de blazer. En ik vind hem echt heel erg leuk. Het is dus een maatje 34. Hij valt, zoals ik zei, wel echt heel erg oversized. Maar ik vind dat juist eigenlijk met dit outfitje zo heel erg leuk. Ik heb nu eventjes een topje eronder gedaan van Chiquelle. Die komt ook zo meteen in de video voor. Maar ik weet het, ik vind het eigenlijk wel leuk. Samen met dat groene kleurtje zo eronder. Leuk tasje erbij. Ja, helemaal leuk. Dus dat is als eerste blazer. En daar zit dus een bijpassend shortje bij. En dat is deze. Ook deze is weer van de Claartje Rose collectie. Ik zeg iedere keer Claartje Rose, maar dat komt omdat ze op Instagram zo heet. Ze heet eigenlijk gewoon Claire volgens mij. Maar in ieder geval van die collectie. Echt super mooi kleurtje weer. Gewoon precies dezelfde kleur als de blazer. En op de kont heeft hij ook weer zo'n leuk zakje met zo'n knoopje. Zodat het weer helemaal terugkomt en matcht met de blazer. Ik vind dit echt zo'n intens leuk setje. Ik heb best wel lang zitten wachten tot dit broekje en die blazer weer terug op voorraad waren. Maar ik heb geluk gehad. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dit vind ik ook echt heel erg leuk om te combineren als setje. Het is natuurlijk ook een setje, maar je kan het ook gewoon heel goed los van elkaar dragen. Maar ik vind het juist echt heel erg leuk om dit als set te dragen. Dus dat zijn de eerste 2 items die ik van Naked heb mogen ontvangen. En dit is dan het broekje die erbij hoort. Ik heb hem dus aan in een maatje 34. Die zit ook echt perfect. Ik weet het, ik vind het gewoon echt een heel erg leuk setje. Echt heel erg blij mee. Dan heb ik nog een item van de Claire Rose lijn. Ik heb deze al in het zwart. En ze hadden hem ook in het wit. De zwart heb ik in een maatje 34. Of nee, zwart heb ik in 32. En dit is een maatje 34. En ik moet zeggen, hij is wel een beetje aan de grote kant. Maar ik denk dat ik hem gewoon een keertje heet ga wassen. In de hoop dat het helpt. Ik weet niet of dat kan. Maar we gaan het zien. Maar dat is in ieder geval deze kimono. Zoals ik al zei, heb ik deze dus in het zwart. En die vind ik echt prachtig. Met een paar mooie hakken eronder. Een mooie tas erbij voor uit eten of zo. En nu heb ik hem dus ook in het wit. Wit vind ik wel iets meer een soort van dokters vibe geven of zo. Maar ik vind hem alsnog echt heel erg leuk. Hij heeft van die lekkere grote mouwen. Zoals ik al heb ik deze dus in de 34. Hij valt wel echt mega groot. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet van wat voor soort materiaal dit is gemaakt. Ik ga even kijken. 55% linnen en 45% katoen. Ik weet niet of dat krimpt als je het warm was. Maar ik ga het gewoon een keertje proberen zodat hij ietsjes kleiner valt. Maar ik ben hier wel echt heel erg blij mee. Ik vind dit echt zo mooi. Je zal nu wel denken, wat is dit voor doktersjas? Maar zometeen bij de aanbeelden
zul je zien dat dit echt heel erg leuk is. Dus dat is die. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze ietsjes minder leuk vind dan die zwarte die ik heb. Deze voelt echt wat meer als een soort doktersjas of zo. Ik vind hem wel heel erg leuk nu ik zo in de spiegel kijk. Maar misschien leuk veel tasje erbij en dan leuke hakjes eronder of zo. En hij is gewoon wel ietsjes aan de grote kant. Dus ik ga hem gewoon een keertje proberen heet te wassen. Of heb je nou tips hoe ik dit kleiner krijg? Laat dan even weten. Want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Heel erg leuk jurkje. Dan heb ik volgens mij nog één ding van... Ja, nog één ding van de Claire Rose collectie. Laat ik maar gewoon gelijk zien dan. En dat is deze spijkerbroek. Hij is helaas natuurlijk weer te lang. Ik ben maar 1,60. Dus eigenlijk alle broeken zijn altijd voor mij te lang. Maar ik vond de wassing vond ik echt super mooi. Ik heb hem in een maatje 36. En hij zit eigenlijk echt perfect. Het is een beetje een... Ja, een rechte broek. Gewoon met rechte pijpen. Het is niet echt een flare per se. Boven zit hij ook weer gewoon mooi strak. En onder heeft hij dus een hele leuke split. Nou, met mijn lengte zou ik eigenlijk dus heel de split eraf moeten knippen om hem te passen. Misschien dat ik dat ook wel ga doen, want anders kan ik hem nooit dragen. Dat is wel een beetje zonde. Misschien dat ik hem gewoon tot hier ga knippen straks of zo. Maar ik vind het in ieder geval echt een hele mooie spijkerbroek. Super mooie wassing ook voor de zomer. Ik weet niet, ik vind dit soort wassingen altijd wel het mooiste. Ik vind het echt een hele mooie broek. Alleen hij is, zoals je kunt zien, echt veel te lang. Maar ik denk gewoon dat ik die onderkant eraf ga knippen. Want als je het gaat laten inkorten, ben je ook weer 20 euro kwijt of zo. Ik kan natuurlijk ook gewoon zelf knippen. Want die onderkant is ook geraveld. Dus ik denk dat je niet heel veel verschil ziet. Verder is het wel echt een hele mooie broek. Ik ben er heel erg blij mee. In de 36 dus. En die zit echt perfect. Dus dat is deze. Dan heb ik een shortje uitgekozen. En voor de mensen die mijn vlogs al wat langer kijken of vaker mijn Naked Shop vlogs hebben gezien, die weten dat ik deze al heb van Naked. Maar het is gewoon echt mijn lievelingsshortje. En ik heb gewoon echt zoiets, als ik dan eenmaal een goed en leuk iets heb gevonden, ben ik gewoon zo bang dat ik het verdraag, dus dat ik het te veel draag, dat het gaat slijten, of dat er een vlek op komt, of dat het kapot gaat. Dat ik gewoon zoiets heb van, ik wil gewoon een backup hebben. Dus dit is mijn backup. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt een super mooi shortje. Hij zit gewoon perfect, hij is leuk aan die onderkant, het is lekker speels. En als je hem aan hebt, dat zie je nu niet heel goed, maar dan steken die zakken er dus onderuit. Kijk, dat zie je hier wel ook. En dat vind ik gewoon zo'n leuk en speels effect hebben. Ik heb dus in de maat 36 en hij zit echt perfect. Echt als je nog op zoek bent naar de perfecte denim shorts, raad ik je echt oprecht deze aan. Ik heb hem gewoon als backup gekocht. Dat zegt wel echt genoeg over hoe fijn ik dit broekje vind. Dus dat is deze in de maatje 36. Dit is het shortje. Die zit ook echt perfect. Dit is dus in maat 36 en die snijdt gewoon heel erg mooi aan. Zoals ik zei, hieronder steek een beetje dat zakje uit en broekje is omgeslagen. Ik vind het gewoon een heel erg leuk broekje. Vandaar dat ik er ook een tweede van heb uitgekozen. Maar heel erg blij mee. Ik vind trouwens de maten bij Naked wel altijd lastig. Want één keer valt Naked wel weer gewoon op maat. Want ik heb van al mijn broekjes eigenlijk een 36. Maar bijvoorbeeld deze blazer, die ik net liet zien, heb ik in een 34. En die valt echt mega oversized. Dus je moet echt goed kijken naar welke maat heeft het model aan. Om een beetje te kunnen inschatten welke maat jij nodig hebt. Althans, zo kijk ik er altijd naar. En meestal zijn de maten dan wel kloppend. Even kijken. We gaan verder met nog een linnen broek. Ook deze heb ik al. Alleen vorige keer bij Naked had ik hem helaas in de 36 uitgekozen. En die was wel echt te groot. Maar ik vond die broek zo leuk dat ik hem deze keer opnieuw heb uitgekozen. Maar dan in een maatje 34. En deze zit echt perfect. Het is dus een linnen broek in een beetje een geel kleurtje. Er staat op de site beige, maar ik vind het wel echt meer crème geel eigenlijk. Maar wel echt heel erg leuk. Het is een mooie linnen broek, lekker dun. Ik heb hier ook een bijpassende blouse bij. Vind ik heel erg leuk om daarmee te combineren. Dus dat is deze broek. En deze hebben ze volgens mij ook nog in twee andere kleurtjes. Een beetje een taupe kleurtje en nog een groen kleurtje. Maar ik ben wel heel erg fan van deze kleur, dus dat is die. Dit is die linnen broek. Hij is wel een beetje langer. Op zich, als ik er schoenen onder aan heb, dan past het wel gewoon wat die grotere maat past ook gewoon met schoenen eronder aan. En hier heb ik dus ook nog een bijbehorende blouse bij. Die ligt ergens daar in de kledingkamer, denk ik. Maar deze vind ik wel echt heel erg leuk. Hij schijnt wel een beetje door. Je ziet een beetje turquoise er doorheen komen. Maar als je er gewoon iets wits of iets zwarts onder aan hebt, dan schijnt het verder niet echt door. Hele leuke broek. Ik vind die fit ook leuk dat hij hier wat strakker zit en dat hij dan wat losser uitvalt. Dus dat is die. Dan is er nog een andere influencer waar ik wel heel erg fan van ben. Niet alleen van de Instagram, maar ook van de collectie die ze met Naked heeft uitgebracht. En dat is Josephine H.J. Ik weet niet wat haar achternaam is of haar achternaam echt H.J. is. Ik noem haar gewoon Josephine. Maar van haar collectie heb ik dus deze oversized
beetje denim, maar dan wit denim blouseje uitgekozen. Dit leek me wederom ook weer heel erg leuk voor op het strand. Of lekker hier in Nederland als je naar het strand gaat. Bikinietje aan, blouse eroverheen. Of juist 's avonds als je hem dan bijvoorbeeld helemaal dicht doet als jurkje. Dat leek me ook weer heel erg leuk. Ik heb hem daarom ook in een maatje 36 uitgekozen. Zodat hij een beetje extra oversized is. En hij valt echt goed oversized, kan ik je vertellen. Ik heb hem dus in de witte kleur uitgekozen. En die naden die er doorheen lopen zijn een beetje bruin. Ik vind het wel een heel erg leuk detail. Je had hem ook nog in het echt denim in heel donkerblauw. En je had hem ook nog in het groen. Groene vond ik ook echt heel erg leuk. Maar die hadden ze helaas niet meer in een 36. En ik wilde heel erg graag een 36. Dus ik heb de witte gekozen. En hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Ik weet niet, ik zag dit gewoon helemaal voor me op vakantie met mijn nieuwe zonnebril. Als je mijn weekvlog niet hebt gezien, ik heb echt een prachtige nieuwe zonnebril gekocht. Ik dacht lekker die zonnebril zo half op mijn neus, blouseje aan. En dan misschien een bikersetje eronder of gewoon lekker mijn bikini eronder, strandtasje. Ik zag dit gewoon helemaal voor me. Dus deze heb ik ook uitgekozen. En ja, ik moet echt zeggen, ik denk oprecht dat Naked de laatste tijd echt een van mijn favoriete webshops is. Vooral de influencer collecties vind ik gewoon echt geweldig. Ja, ik weet niet. Ik ben er gewoon fan van. De kwaliteit is gewoon goed. Het blijft lang mooi. Niet iedereen loopt ermee. Als jij een leuk blouse van de Zara hebt, ben je er sowieso van gegarandeerd dat heel het strand er ook mee loopt. En met Naked is dat gewoon vaak niet. Dus ja, nou ja, goed verhaal weer. Dan deze blouse. Deze vind ik echt heel erg leuk. Ik heb hem nu over zo'n tweedelig setje heen gedaan. Ik vind het ook heel erg leuk als je hem bijvoorbeeld over je bikini heen doet of zo. Maar zo vind ik hem ook heel erg leuk met slippertjes of met sneakers eronder. Ik heb hem dus in een 36, zodat hij lekker groot valt. Als jurkje is hij misschien net iets te kort. Maar als je er gewoon een broekje onder doet, kan het in principe wel. Want als hij dan omhoog vliegt of als hij net iets te kort is, heb je er gewoon een broekje onder. Dat is ook leuk als je hem zo helemaal dicht draagt. Maar hier ben ik heel erg blij mee. Het mouwtje heb ik wel een beetje opgestroopt, omdat die anders wel echt te lang is. Maar ik vind dit, dat hij zo oversized valt, wel echt heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan van dezelfde Josephine heb ik ook een bikini uitgekozen. Ik zag deze bikini en ik vond die kleur echt geweldig. Ze hebben ook nog een donkerblauwe kleur, maar die is steeds uitverkocht. En die zou ik ook nog wel echt heel erg graag willen. Maar voor nu heb ik de groene kleur. Op beeld komt die echt heel anders over, moet ik zeggen. Maar het is dus gewoon een hele simpele triangeltop in een mooie groene kleur. En dan, ja, hoe ga ik dit laten zien? De bandjes die lopen zeg maar niet naar je nek. Maar je doet hem zeg maar echt aan als, ja, als top. Dus de bandjes lopen gewoon recht over je schouders heen. Hij loopt dus niet naar je nek, maar hij loopt dus over je schouders heen. En aan de achterkant kan je hem dan strikken. Ik vind het echt een superleuke bikini. Ik heb dit topje in een maatje S. Hij is redelijk klein. Ze hadden alleen nog een S, dus ik dacht, weet je, ik probeer het gewoon. En op zich, het zit wel mooi, het past wel. Maar een maatje groter had misschien beter geweest. Maar goed verhaal, dit was het topje. En daar hoorde eigenlijk een ander broekje bij. Die vond ik ook super mooi, maar die kwam steeds maar niet op voorraad in mijn maat. Maar ze hadden er ook nog een ander broekje bij. En dat is deze. Dus ik dacht, weet je, ik wil die bikini zo graag. Ik doe gewoon dit broekje erbij. Broekje heb ik ook in een maatje S. En die zit wel echt perfect. En dit is weer zo'n broekje wat een beetje in een V aan de bovenkant loopt. Kan je lekker hoog optrekken. Achterkant is die wel cheeky, maar het valt nog wel mee. Dit is wel een bikini wat ik nog met mijn opa en oma ook aan zou kunnen doen, zeg maar. Ik heb sommige bikinis dat ik denk van, als ik op vakantie ben en mijn opa en oma zijn er ook, kan ik dit echt niet aantrekken. Deze bikini kan dat in principe wel. Ook weer heel erg mooie kleurtjes. Ze hebben deze bikinis echt in super veel kleuren. Ze hadden wit, zwart, beige, groen en donkerblauw. Ik zit echt nog te azen op de donkerblauwe. Maar goed, voor nu heb ik de groene. Ben ik heel erg blij mee. Dus dat is deze bikini. Ook van de Josephine lijn. Dus dat is die. Een two-piece setje uitgekozen. Van een cohort set. Hoe je het wil noemen. Het is in ieder geval een combinatie van een shortje. Van dit leuke broekje. Het is volgens mij ook weer van linnen. Althans, zo voelt het wel. Ja, deze is ook weer van 55% linnen en 45% katoen. Lekker shortje in een mooie beetje taupe beige kleurtje. Deze heb ik in een maatje 36. Omdat dat model hem ook in een 36 aan had. Ik ben heel blij dat ik deze in een maatje 36 heb gekozen. Maar dat is in ieder geval dit shortje. Lekker een elastieke band aan de bovenkant. En daarbij hoort dus deze blouse. Dit zet je ook nog in het geel. Ik zat heel erg te twijfelen, want ik vond het geel ook wel heel erg leuk. Maar ik heb natuurlijk al die gele blouse wat bij die lange broek hoort. Dus ik dacht, ik doe dit taupe kleurtje. Heel erg blij mee wel. En dat is deze grote blouse. Vind ik ook weer super leuk voor als je naar het strand gaat. Lekker bikinietje eronder, blouseje eroverheen. Lekker open laten hangen en dan het shortje eronder.
Ik ben helemaal fan. Deze heb ik ook weer in een maatje 36. Valt lekker oversized. Valt echt goed en mooi oversized. Dus heel erg blij mee. Dus dat is deze. En volgens mij hadden ze dit setje ook nog in een beetje een burgundy kleurtje. Een beetje een bordeaux rode. En dan in het geel. Ook dit setje vind ik er heel erg leuk voor het strand. Ik vind echt alles leuk voor het strand. Ik zou het niet met die groene top eronder doen. Maar ik heb het er gewoon eventjes onder gedaan. Makkelijk met passen. Ik denk dat ik het met het wit topje of zo zou doen. Ja, ik denk dat ik het met zo'n soort topje zou doen, maar dan in het wit. En misschien dat ik deze volgende keer ook nog wel in het geel ga uitkiezen. Want ik vind dit wel echt een heel erg leuk setje. Broekje zit echt perfect. Hij is wel wat langer, maar op zich vind ik dat wel leuk bij dit setje. De blouse is ook wel lekker groot en oversized. Dus deze vind ik ook heel erg leuk. En dat waren dan alle items die ik van Naked heb gekregen. Helaas, wanneer deze video online komt, is mijn kortingscode nog niet geldig. Maar over 2 dagen is die wel geldig. 15 en 16 juli, dus donderdag en vrijdag, is mijn kortingscode geldig. Met de code FLEUR20 krijg je 20% korting op je aankoop. Hou vooral mijn Instagram in de gaten, want daar ga ik de kortingscode ook nog een keertje opdelen. Dus voor als je het vergeet, hou donderdag en vrijdag mijn Instagram in de gaten. Want daar kunnen jullie dus mijn kortingscode weer vinden. Die is donderdag en vrijdag geldig. Dus dat is dat. Dan gaan we nu door met de items van Chiquelle. Van Chiquelle heb ik dus ook weer allemaal items mogen ontvangen. En ook een kortingscode voor jullie. Want met de code FLEUR20 krijg je 20% korting op je aankoop bij Chiquelle. Ik zal alle linkjes hier in de beschrijving zetten. Kortingscode zal ook weer in de beschrijving staan. En dan ga ik eventjes alle items aan jullie laten zien. Chiquelle vind ik echt ook een superleuke webshop. Heb ik ook nu al, denk ik, 2 jaar regelmatig samenwerking mee. Kwaliteit is gewoon echt super. Het is gewoon een beetje te vergelijken met Zara, vind ik. Voor mijn gevoel wordt het af en toe ook in dezelfde fabriek gemaakt als de Zara. Want ze hebben ook best wel veel dezelfde dingen. Labeltjes zijn hetzelfde en zo. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Ik ga beginnen met een heel erg leuk setje. En wat ik ook heel erg leuk vond, is dat de bikini van Naked en dit setje precies dezelfde kleur zijn. Hoe toevallig, maar oké. Dit setje bestaat allereerst uit een bikersoortje. En dat is in dit mooie groene kleurtje. Ze zeggen dus dat dit een one size is. Alleen, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ten eerste ziet het er best wel klein uit. En hij rekt wel mee, maar hij rekt niet zo ver mee dat het een one size is. Dus dat vind ik soms wel jammer aan Chiquelle. Dat bij hun alles one size is. Maar dat is natuurlijk gewoon niet meer helemaal van deze tijd. Maar oké. Okay. In ieder geval dit shortje dus. En daarbij hoort dus een heel erg leuk hemdje. En dat is deze. Deze heb je wel weer in combinatiematen. Ik heb deze in de maat XSS. En dat is dit hele leuke topje. En die kan je dus heel leuk als setje dragen. En bijvoorbeeld zo'n grote blouse eroverheen. Bijvoorbeeld als je dan die blouse van net van Naked eroverheen zou doen. Ook heel erg leuk. Of een andere leuke blouse of zo. Maar dat is dus in ieder geval dit eerste setje. Dan dit setje. En dit vind ik echt een heel erg leuk kleurtje. Ik heb er echt niet het goede ondergoed onder aan. Ik heb een lounge setje eronder aan. Maar dat is natuurlijk allemaal kant. Dus dat schijnt echt helemaal door. Dus je moet er wel echt gewoon normaal ondergoed onderaan doen. Maar ik vind het wel echt een super leuk setje. Echt een hele mooie kleur. Ook lekker voor te vliegen of zo. Lekker blouseje eroverheen voor als je het wat kouder hebt. Of een mooi vest. Ja, heel erg leuk vind ik deze. Dan dit topje. En dit topje heb ik al van Chiquelle, maar dan in een ander kleurtje. En dat is echt een van mijn favoriete topjes. Ik heb hem best wel vaak gedragen al. En ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ik dacht, ik kies ook een leuk ander kleurtje uit. Ik moet zeggen, het kleurtje is in het echt wel iets feller dan dat ik op de site had verwacht. Het is echt een beetje dat Barbie rozige. Maar ik vind hem wel echt alsnog heel erg leuk voor de zomer. Of voor de lente. Ja, het is nu al lente geweest. Maar voor de zomer. Dus dit topje met allemaal leuke bloemetjes. Het is wel een beetje een Zweeds stofje. Maar op zich valt het nog wel mee. En het is dus een off-shoulder topje. En aan de voorkant zit hij helemaal met elastiek. En aan de achterkant heeft hij ook van dat elastiek. En je kan hem ook nog optrekken aan de voorkant. Zodat hij wat meer sexy wordt of zo. En verder heeft hij gewoon lange mouwen. Deze heb ik in een maatje S. En deze zit echt perfect. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dat is die. Deze stof vind ik ook weer heel erg leuk. Hij schijnt wel echt heel erg door. Want ik heb er nu een turquoise BH onder. En dat zie je wel echt heel erg zitten. Maar ik had deze top natuurlijk al een ander kleurtje. Die vond ik ook heel erg leuk. Die vind ik ook leuk. Deze vind ik ook wel leuk op deze broek. Zo als combinatie. Met misschien witte sneakers eronder of zo. Leuk wit tasje erbij. Maar dit vind ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk voor op een beetje een wijde broek. Of op een lange rok. Maar heel erg leuk. Die maatjes zijn ook leuk. Ook deze kan je weer op zich zo omhoog dragen als je dat zou willen. Maar ik vind het mooier om gewoon zo off-shoulder te vragen. Dus dat is deze. Dan dit leuke topje. En dit topje heb ik al of zo'n soort gelijke in het oranje. En die vind ik echt heel erg leuk. En nu zag ik dat ze dus ook een roze hebben. En ik vind de laatste tijd heel erg leuk als je bijvoorbeeld gewoon
die beige blazer met dat beige shortje om dan echt een knalkleur erbij te doen. Nou, zou ik bijvoorbeeld dan dit topje daaronder doen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Echt zo, lekker zo'n neon Barbie roze kleurtje. Op camera komt die weer niet goed over, helaas. Misschien straks bij de aanbeelden wel, dat kan. Deze heb ik ook in een one size. Nou, ik vind het ook niet echt per se in one size. Hij rekt wel mee. Maar goed, we gaan het zien zo meteen als we hem gaan passen. Dus dat is die. Ik draag eigenlijk nooit dit soort kleuren topjes, maar ik vind het wel heel erg leuk. Er staat op de website dat dit een one size is, maar dit is echt geen one size gewoon. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Hij is wel best wel kort. Ik had hem wel ietsjes langer verwacht. Maar als je er gewoon een nog iets hogere rok of broek onder draagt of zo, kan het op zich wel. Aan de achterkant zit hij gewoon normaal. Je ziet nu mijn bandjes onder. Ik zou er denk ik geen BH onder dragen. Of gewoon met van dat tape het vastmaken of een plak BH of zo. Het is wel het mooiste als je natuurlijk die bandjes niet ziet. Die bandjes kan je trouwens ook nog verstellen. Dus je kan het ook allemaal nog wat strakker maken als je dat wilt. Dus dat is deze. Dan een topje die ik echt heel erg mooi vind. Ik denk dat ik deze ook lekker vandaag ga aantrekken. Ik vind het gewoon een heel erg leuk topje met een mooie broek eronder. Dat is deze. Ook deze is weer off the shoulder in het wit. Met van die leuke pofmouwtjes. En aan de voorkant heeft hij dus een touwtje. En dan kan je hem dus aantrekken. En dan kan je hem dus ook weer wat opsmokken, zeg maar. Als je dat zo noemt. Deze heb ik in een maatje 36. Dus ik hoop dat deze past. Maar ik ben er in ieder geval wel echt heel erg blij mee. Dus dat is die. Dit topje vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook wel leuk op deze broek eigenlijk. Je kan hem hier dus nog strakker trekken. Zodat hij nog meer naar elkaar toe gaat. Of je kan hem ook juist wat losser doen. Omdat wat meer buik nog bedekt is. Je kan hem ook zo omhoog dragen. Maar ik vind hem wel leuk om hem zo off the shoulder te dragen. Volgens mij hoort het ook zo. En dan weer als laatste is ook weer een topje die off the shoulder is, die je ook weer van de voorkant kan aantrekken. Deze heb ik ook in een S, maar deze vind ik er wel echt heel erg groot uitzien. Dus ik hoop dat ik deze pas en dat hij niet afzakt. Maar dat gaan we zo meteen zien. Het is in ieder geval dit topje. Er hoort ook nog een rokje bij, maar dat vond ik wel weer een beetje te veel worden misschien. Dus ik heb alleen voor de top gekozen. En die heeft allemaal gele bloemetjes erop zitten met leuke groene blaadjes. Helemaal leuk. Aan de achterkant is die ook weer helemaal van dat stretch spul. Ja, ik vind deze ook echt heel erg schattig. Voor ook bijvoorbeeld een witte broek of zo. Of een leuk spijkerbroekje. Dan dit topje. Die vind ik wel heel erg leuk. Alleen hij is best wel groot. Hij is heel slap. En hier is hij best wel groot. Dus dat is wel jammer. Verder vind ik het wel echt een leuk topje. Ook weer op deze broek. Leuk tasje erbij. Of bijvoorbeeld op een spijkerrokje of zo. Is dit ook heel erg leuk, dit topje. Alleen hij is helaas dus gewoon wel echt een beetje groot. Ook al trek ik deze aan. Het blijft hier een beetje hangen. En hier is het sowieso een beetje te groot. Dus dat is wel jammer. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus dat waren alle items die ik heb mogen ontvangen van Naked en Chiquelle. Vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. En me te volgen op Instagram. Om daar de kortingscode in de gaten te houden van Naked. Volg me sowieso op Instagram. Zou ik heel erg leuk vinden. Ik ben echt super blij met alle items die ik weer heb mogen ontvangen. Ik ga over een maandje ongeveer ga ik op vakantie. Als dat allemaal door kan gaan. Maar er staan in ieder geval 2 vakanties gepland. En ik heb al helemaal zin om dit allemaal mee te nemen. Dus ja, er komt ook sowieso een inpakvideo aan. Dus jullie kunnen lekker kijken wat ik hiervan allemaal mee ga nemen. Maar goed verhaal. Ik wil jullie hierop bedanken voor het kijken naar deze video. Nogmaals, sorry dat er geen weeklog online is gekomen. Maar ik hoop dat ik het op deze manier toch een beetje goed heb gemaakt. Ik weet niet, ik had gewoon deze week eventjes meer behoefte aan zo'n soort video dan aan een weekvlog. Dus vandaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!